Is het zo, Nicky? Is het vertrouwen wat hem onderscheidt van andere fotografen? Weet je, er zijn heel veel fotografen, maar er zijn maar weinig heel goede fotografen. En het gaat vaak om echt het juiste moment vast te leggen. En heel vaak dan krijg je foto's van evenementen en er zitten dan hele toffe shots tussen. Maar het is altijd, er zijn er maar een paar die echt, waarbij je echt het gevoel hebt dat je daarbij bent. En Rutger is misschien een van de weinigen, misschien wel de enige die dat vastlegt. Is het, kijk, want het, is ook, het ligt ook aan jullie, aan jij, aan jou in dit geval, of je hem bij je laat komen. Of je hem laat, je weet er alles van. De ene fotograaf heb je een betere klik mee dan de andere fotograaf. Misschien is het technisch allemaal heel goed, maar het gevoel van de man achter de lens is uiteindelijk doorslaggevend. Ja, zeker weten. Maar kijk, Rutger heeft zich al zo bewezen in de afgelopen tijd, dat als hij in de boot staat, dan heb ik het echt over grote events, hè, zoals bijvoorbeeld Tomorrowland. Ja. Daar staat gewoon 40.000, 50.000 man voor je neus. En dan is het wel echt tof als je goede shots hebt. Want op zo'n moment, kijk, de show op dat moment en de mensen die daar zijn, die maken het mee. Maar de mensen die het niet meemaken, daar wil je wel zeg maar iets voor betekenen. En Rutger, die legt gewoon zo'n herinnering vast voor de hele wereld. En niet alleen voor de mensen daar, maar ook voor de mensen thuis. We hebben zo'n herinnering waar je samen staat met David Guetta en Afrojack. Tomorrowland 2013, die foto. Daar ben ik benieuwd naar. Dat is deze foto. Ja. Wat is het verhaal van deze foto, Rutger? Ja, dit was een hele moeilijke om te maken. Want David Guetta die heeft nog wel eens de neiging om alles te laten afsluiten. En dan kom ik zelfs als hoofdfotograaf van Tomorrowland, kan ik er niet meer op. Dus ik had met Sander, Nicky's tourmanager, wist ik dat het ging gebeuren. Dus ik had al geregeld, als het dan gebeurt, dan bel ik even en dan zorg jij dat erom. Want de tourmanager die gaat altijd boven alles. Zelfs als ik als hoofdfotograaf, als de tourmanager mij niet wil, heb ik pech gehad. Maar dat gebeurt gelukkig niet vaak. Maar bij David Guetta was het echt standaard op dat moment. Dat is gelukkig tegenwoordig helemaal niet meer zo. Dus ik werd erop geholpen door Sander. En ik dacht, deze gasten, die moet ik gewoon omgedraaid krijgen. Ik wil je niet drie ruggen zien. Ik wil je gewoon de kopjes zien. Dit is zo'n plek. Het is bijna niet te omschrijven wat zo'n plek met je doet. Daar staat dus gewoon echt 40.000 man compleet uit hun dak te gaan. Dus zoveel energie. En toen heb ik ze inderdaad alle drie omdraaien om mee te laten draaien. En dit is de roep je naam? Hoe doe je dat? Hoe heb je ze? Ik weet met Sander. Dus je hoeft er maar eentje aan te kijken. En dan doe je zo, jongens, omdraaien. En dan de ene ziet het, hop, die draait die andere om. En dan bam, dan heb je zo'n foto. En hoe lang zijn ze dan omgedraaid dat je kan schieten? Ja, een paar seconden. Dan moet je hem hebben, moet hij goed zijn. Ja, hij moet meteen goed zijn. Je moet een beetje zenuw hebben. Oké, je hebt ook nog het probleem dat er is ook livestream. Dus je bent, als je zo doet, sta je ook nog eens in het beeld. Oh ja. Dus daar moet je ook nog even op letten. Dus je kan niet echt uitgebreid. Dus eigenlijk, je camera. Je bent op dat moment een stoorzender. Ja, totaal. Het is nog steeds terug te zien online. Op de livestream, zeg maar, dit moment kun je nog precies terugkijken. Ja. Want je ziet precies ons even met z'n drieën zo omdraaien. En dan zie je Rutger van camera. Pop, pop. En weer verder. Ik heb er nog eentje. Miami Ultra 2014. Met Nicky. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze foto? Is de rust die hij uitstraalt. Het is natuurlijk echt zo'n moment dat alles ontploft. En weet je, downtown Miami. En hij staat er gewoon helemaal bijna keizerlijk achter die draaitafel. Ik vind dat contrast vind ik heerlijk.